in gesprek met Ik kom nog hebben iemand in gesprek die zal zich straks en weer maar ik heb er nog nooit gedaan wat hij doet dus wie gewoon dat is een vrouw wat het precies ondernemen altijd in zijn dagelijkse leven ja ten eerste uh, maar je hem voorstellen aan de kijkers hallo ik ben frans welkamp ik uh, woon al ongeveer zo'n 18 jaar hier in wezep en mijn uh, hobby is het uh, wandelen en een beetje beklimmen van bergen. Eh, wereldwijd, van Patagonie tot Alaska. En het liefste zit ik in de Himalaya in Nepal. Voordat we doorvaren hoor. Uh, waar ben je geboren? Ben je in Weersburg geboren of elders? Nee, ik kom van Buiten. Ik kom uit Aalten, Gelders Achterhoek En ik ben een goede aanhanger van Normaal. Oh, een echte fan van uh, Benny Jolly. Oh, echt waar? Beetje... Ja, dat duurt je de achterhoek, hè? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een uh, cultuur erg goed. Wat doe je in uw dagelijkse leven? Wat is uw beroep? Nou, ik heb een tweede bestaan, zeg maar. Ik werk als docent op de politieacademie. Dat doe ik voor een halve baan. Ik zit drie maanden per jaar ergens op een berg in wereldwijd, ook. En drie maanden geef ik heel veel trainingen en cursussen aan mensen die een keer zelfstandig de bergen in wilt. Hoe kom je aan die passie eigenlijk? Ja, dat groeit vanzelf. Ik hoor dat jonge Jochie eens een keer de bergen in. En dan uh, kom je eens een keer met zo'n gids aan het praten. En die heeft hele mooie verhalen. En die verhalen wil je zelf ook vertellen. Op een leeft hij dat gevoel dat je iets, iets wilt bereiken. Nou ja, bereiken, het groeit. Zo vanaf mijn 16e, 17e, dan uh, word je wat vreer. Uh, zeker in die tijd was er ook de ruimte voor om uh, dat soort dingen te doen. En dan gooi je een keer de bargen in. En dan wordt van Nederland, waar uh, we geen bargen hebben, dan gaan we richting uh, de Alpen. En van de Alpen ga je dan een keer naar de Pyreneeën. En van de Pyreneeën dan zit je weer in de Franse Alpen. En dat groeit zo heel langzaam. En dan komt er een keer een mogelijkheid voorbij dat je de Himalaya in kunt. En als je door één keer de west bent, dan ben je verslaafd. Bent. Ja, en uh, ja, die, die wandeling, dat bent oorige uh, ja, kilometers, denk ik, hoor niet. Nou, in de barge moet je niet uh, rekenen in kilometers, maar in uren. En uh, hoe hoger je komt, hoe minder uren uh, je in beweging kunt. Want uh, je lichaam moet je aanpassen aan de zuurstofdruk die dan minder is. En moet je er iets bijzonders meenemen om dat doel te bereiken? Nou, bijzonders is in ieder geval een wil om het uh, te bereiken. En, en je moet fit wezen, en je moet de mazzel hebben, dat heel blijft. En uh, verder, uh, ja, moet, ik moet echt uh, ervan houden meer dagen achter elkaar te wandelen in de bergen. En ook te klimmen in de bergen. En niet van uh, ik ben uh, vandaag, heb ik geen zin meer, ik wil terug binnen een dag. Dat wilde ik niet. Want soms dan ben ik uh, drie, vier weken onder, onderweg voor één trektocht. Ja, dat is heel waar. Maar hoe, hoe kun je die training verder heen? Nou, hoogte kun je niet trainen in uh, Nederland. Ik ben wel lid van de Gemzen. En ik probeer door uh, toch qua hardlopen, toch een beetje fysiek uh, in orde te blijven. En ik heb wel de passie dat ik elke dag, als ik hier in huis werk, dan uh, ga ik eerst morgens hardlopen en dan uh, ga ik pas aan het werk. Dus je moet zorgen dat je dus uh, fit blijft. Ja, en uh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Heb uh, je een bepaalde basis, dat, dat meer nummer uh, qua eten en zo? Nou, eten, dat is. Uh, je moet alleen die, die dingen meenemen in de bergen die je het lekker vindt. Want. Uh, en je moet zorgen dat je in ieder geval genoeg hebt. En het belangrijkste is voldoende blijven drinken. Dus uh, water drinken, wat je ook drinkt. En ja, jammer, alcohol op hoogte is finest. Dus uh, dat kun je alleen doen als je weer terug bent. Waar is het hoogste punt waar je bereikt hebt zelf? Nou, dat is in de buurt van. Uh, in de Himalaya. Dat is net iets boven de 6400 meter. Dat is nou al waar. Dat is Voor een uh, gemiddelde alpinist is dat nogal wat, maar mijn maatje is René de bos, dat is de eerste Nederlander die op de Mount Everest heeft gestaan. Dus, uh, althans, als Nederlander op de Mount Everest heeft gestaan. En Hans van der Meulen die loopt er ook tussendoor. En die jongens hebben toch allemaal al op achtduizenders gestaan. Dat is ook heel wat, maar wat geeft u dat van gevoel dat je dan een top bereikt? Nou, dat kun je eigenlijk niet uitleggen, dat, dat moet je een keer beleven. Het is gewoon de, 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 de vrijheid en ook de, het uitzicht wat je hebt. En je moet geluk hebben dat je goed weer hebt. En het mooie is, vind ik ook altijd, dat je weer heel en gezond terugkomt. Ik ben niet alleen een man die een doel wil bereiken, want ik train ook mensen, hè. Ja, ik heb het genoegen om uh, regelmatig mensen van bijvoorbeeld de bergsportvereniging of van andere uh, clubs of uh, mensen die individueel komen, om uh, ze te leren om um, uh, veilig in de bergen uh, te kunnen wezen. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook een boekje geschreven, dat is kaart, kompas en gps. En dat heeft met name te maken over het gebruik van kompassen en van satellietnavigatie en met name voor wandelaars en bergsporters. En daar geven we heel veel trainingen in. Zowel hier. En gooi je dan met die mensen mee als ze op pad gaan... of is het alleen puur een training dat ze weten wat ze moeten doen? Nou, we hebben twee, twee soorten. Ik ga regelmatig mee als uh, begeleider van uh, expedities en van uh, bergwandelingen en beklimmingen in de Himalaya. En dan ga ik niet als gids mee, maar puur uh, wie werkt met lokale gidsen. Als liaison tussen de lokale gidsen en de mensen die meegooien. En met name ook voor het klimtechnische gedeelte. Ja, dat, dat moeten de mensen wel heel goed weten natuurlijk. Nou, het is met name, de mensen moeten technieken kunnen om zelfstandig dat te kunnen. En dat proberen we in de furfase, de mensen dat aan te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld ook in, in Noord-Italië, hebben we een, een trainingsmogelijkheid voor mensen die nog eens een keer een zesduizend opwilt, om ze de dingen te leren, om, in ieder geval op het moment dat ze zelfstandig moeten kunnen handelen, dat ze de basis technieken kennen. Vertel de mensen wat ze als doelstelling hebben. Dat ze zeggen, nou ik ga trainen en ik wil ja, nu maar wat naar Kosovo of wat dan ook naar de berg. Ja, je hebt verschillende mensen. De ene duurt het voor de tocht en de andere die duurt het voor de top. En dat zijn toch twee hele andere instellingen die je hebt. En ene keer, soms heb je een groep die wil bijvoorbeeld de hoogste berg van Kosovo beklimmen. Dat is beperkt kaartmateriaal van. En die mensen trainen we om dat zelfstandig te kunnen doen. En de andere keer heb je mensen die willen per se een top bereiken en als die in de Himalaya ligt dan is dat soms een behoorlijk probleem want het is niet zo dat de mens u het maakt of je op de hoogte komt maar de omstandigheden en de bergen bepalen je altijd of je de top kunt bereiken en daar moet je mentaal goed op instellen. Ja, en dan uh, gebruik je ook materiaal natuurlijk, die hoe verder brengt om het doel te bereiken. Want ja, ik heb me zo niet in de bar geplopen. Je hebt ook materiaal nodig, zoals GPS en dat soort dingen. Ja, je hebt satellietnavigatie nodig, maar de basis is het gebruik van kaart en kompas. Want op het moment dat een GPS uitvult. Dan heeft dus helemaal niks meer. En hij daar ook je kaartmateriaal in hebt dan heb je ook geen kaarten meer. Dat dus wie we. werkt ook altijd met, met papieren kaarten. En verder, een, bijvoorbeeld een 6000 in de Himalaya te bereiken, moet je ook met uh, stijgeis, met pikkel met, uh, en de goede uitrusting hebben. En je moet ook weten wat een touw kan. Ja, dat is een, een kwestie van uh, ja, goed incalculeren. Nou, en in, in, kunnen en kennen verder je pad gehoord. En niet aldoende leert men, want aldoende dan uh, donder die in de gletsjespleet, zeggen we die altijd. Dan is het gebeurd. Dan kan het behoorlijk gebeurd zijn, want de gletsjerspeed uh, kan net zo diep wezen als de dikte van de gletsjer. En dat kan wel eens een keer een paar honderd meter wezen. Dus dat is niet handig. Hé, hey, mensen uit de buurt die hier aan nemen of niet? U de gemeente of iets buiten? Ja. Of is dat in het westen van het land? Nee, nee. De, 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 veel uh, toppers komen toch wel uit uh, Oost- en Noord-Nederland. Uh, René, mijn maatje, die woont dan wel in Den Haag. De eerste beklimmer van de Everest, maar, de Nederlandse beklimmer van de Everest. Maar eh, hier in de buurt, met name van de regionale bergsportvereniging, geef ik hier, hier de bergwandelcursussen. Ja, doet ook internationaal, denk ik, wel lezingen, helemaal niet. Nou, ik heb af en toe het genoegen om in België en in Duitsland en in Nederland ook wat lezingen te geven over het gebruik van satellietnavigatie, van kaart en kompas. En op dit moment uh, heb je een grote groei van uh, het gebruik van iPhones en uh, digitale uh, spullen om hun plaats te kunnen bepalen. En de grote valkuil is op dit moment uh, van dat mensen apps gebruikt op bijvoorbeeld een iPhone, wat werkt op uh, telefoonpool. Ja. En op het moment dat je het uh, Gebied ingehouden en je hebt geen telefoonontvangst meer. heb je ook geen plaatsbepaling meer. En dan uh, hebben de mensen weer een probleem. En dat proberen we te voorkomen. mensen door uh, goed voorgelegd en getraind door dat soort uh, bergtocht te laten maken. loodmaken. Jurgen, wel zo moet dat de mensen de weg helemaal kwijt nemen. Nou, letterlijk en figuurlijk hoor ik dat wel eens. Maar met name het, uh, dat. Uh, en ik krijg regelmatig mensen op, uh, op de cursus. die op een gegeven moment een in berggebied ingewandeld bent. en door in de mist verdwaald bent. En dan heb je vaak je dat weer gaat uh, van hoe dat nou is gekomen. komt. Het is puur dat ze zich niet goed hebben voorbereid. voordat ze die tochten uh, gingen doen. Want op het moment dat je in mist komt. is natuurlijk een GPS een machtig mooi ding. Maar je moet het wel doen. Als je de batterijen kapot bent, dan heb je dus een probleem. Dus daarom leiden we altijd mensen om zeg maar, een, van de veur een, een routeschets maken. En als je die gewoon, gewoon gaat volgen, kun je altijd de kader terugvinden, waar je bent. En GDO-GPS kapot, dan kun je altijd middel kompas kun je altijd de, de weg terugvinden. Alleen je moet het wel kunnen en kennen verder je pad. Gaan. Hoe groot is de groep eigenlijk? Ik hoor het, Bargain. Je eens dat het twee maanden of tien of. Nou, het mooiste groepen met acht mensen. Hij langere titel op pad gaat, maximaal twaalf mensen. Maar je moet logistiek ook alles kunnen regelen. Als je zo'n bergtocht in Nepal hebt, dat is onderweg helemaal niks. Dan moet je alles meenemen. Dan moeten dus dragers mee, dan moeten je jaks mee, dan moet de tenten moet mee, het eten moet mee en ook altijd een heel goede kok. Want uh, als je op 6000 meter ergens aankomt, op een basiskamp of, uh, of zo, dan heb je toch weinig puff meer om allerlei dingen zelf te doen. En als je een paar goede Sherpas-bio hebt, die helpen je er goed mee. En dan uh, kun je ook door goed op concentreren wat je de dag erop uh, weer moet doen. Ja, wel verstoren wie als mensen onder Sherpas? Sherpas is een volk. Een volk, dat is een bergvolk uit, uit uh, Tibet, wat ook in uh, Nepal leeft. Je hebt daar tamangs, die, die leven ook heel hoog. En dan heb je de functiesherpa, en dat is de begeleiders, begeleiders van de mensen die op, op pad gaan. Dus je hebt het volksherpa en de functiesherpa. En dan heb daar je daarbij ook nog eens een keer, de, want de sherpa draagt namelijk niet. Dat bent de porters, dat zijn de dragers die de lasten dragen. Ja, laat maar zo zijn Daar zei ik de buschauffeur van heel hele groep. Uh, en ja, en uh, de hoofdbuschauffeur is weer zit daar. Dat ja. is wel heel bijzonder, hè? Het is uh, heel mooi om uh, dat uh, jaarlijks mee te maken. En de laatste uh, 22 jaar heb ik het genoeg om, om elk jaar ongeveer zo'n uh, 6 tot 8 weken in de Himalaya te vertoeven. Dat is geweldig. Ik zit in mijn cameraman, wie ga ook samen op pad. Ik kreeg training van hoe is dat betaalbaar? Dat is uh, in zoverre betaalbaar op het moment dat je in Europa blijft. En je bent bijvoorbeeld lid van de bergsportvereniging, dan krijg je ook korting op de, op de hutten. En uh, op het moment dat je verder uh, gaat, dan uh, is het wel een kwestie van uh, goed plannen en kijken of je het financieel goed voor elkaar hebt. Want een gemiddelde bergtocht in Nepal is ongeveer duizend euro per week. En maar zet ik even terug naar de, naar de Alpen toe. Nou, ik denk dat je dan uh, ongeveer zo'n zo zo 20, 24 tot 30 uh, euro per dag bent. Dus dat zijn hele andere. Hele verschillende, hè? Ja. ja. Maar met name in de Alpen kun je bijna alles zelf doen. En de Himalaya, ja, of je moet echt een extreem klimmer wezen... maar daar heb je extra uh, uitrusting nodig. Je hebt uh, de vliegticket komt erbij. Uh, het eten moet allemaal meegeshowd worden. Je hebt daar extra ondersteuning bij nodig. En de tenten die we in Europa gebruiken, die bent daar niet geschikt voor. Dus hebben we andere tenten nodig. Ja, want uh, ja, de weg is zeer. verder, zeg ik dan al Want ja, is, is er, bent de vuller die een doorstelling hebt van... Nou ja, ik heb die 4 kilometer berg gehaald, ik ga nog maar eens naar de 6 kilometer. Ja, er bent, uh, uh, soms heb je mensen die, 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 die nog nooit wat te doen en die wilden in één keer naar de zesduizenden toe. Nou, die begeleiden weer wel om eerst zeg maar, een training op een vierduizend te doen, kijken hoe het lichaam dan werkt en door pas uh, richting de 6-duizend de meter bergen te gaan. En bij door heel erg goed, Katja Staatjes is er een mooi voorbeeld van. Die is uh, met de organisatie waar ik mee werk voor de eerste keer in de duizenden gewoon. En die was uh, donor, de eerste Nederlandse vrouw die om de duizenden stond op de Mount Everest. Dus wat dat betreft, nou, ja. kan je niet missen. Uh, je kunt ook wel carrière maken, alleen je moet wel geluk hebben dat je heel blijft. En dat uw lichaam goed functioneert op hoogte. Want de ene heeft er meer last van, van de hoogte, als de ander. Hij zelf heeft zo'n tuimelingen gemaakt. Nou, ik heb, uh, ik heb één keer een tocht gemaakt, als achter de Dalagiri, dat ik op Frins Kool stond, dat ik echt hoogteziek was. En ik, vier, uh, ik daal 400 meter af, met begeleiding van een Sherpa, en het is helemaal over. Dan kun je een dag uh, bijkomen, als het dan goed gaat, kun je deur, Geert het niet goed, moet je gewoon naar beneden toe. Dat betekent dus ook dat je dan overnacht op de plekken waar je staat bent. Uh, ja, maar wat we wel proberen is om elke dag 300, 400 meter hoger te uh, lopen dan waar je sloopt. Want het goed acclimatiseren is hoog lopen en lage sloop. Ja, ja, je moet dat maar weten, niet, dat niet Nou ja, goed, dat, dat is ons vak. En daar uh, trainen we dan de mensen ook in. Wat, uh, maar heb je nog een doelstelling? Want er, uh, ja, je hebt veel dingen beleefd natuurlijk. Maar heeft je voor nog een doel dat je zegt dat ik wel bereiken nog? Nou, oh, dat is met name het bezoeken van uh, verschillende berggebieden. Uh, ik, uh, ik, ben, ik ben geen topklimmer. Oftewel, uh, Vermin is een top, een, 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 geen doel. De tocht is Vermin een doel. Ik heb het genoegen om um, uh, deze zomer dan weer richting Ecuador uh, te gaan. En dat probeer ik op uh, één of twee van die hele mooie vulkanen... die er tegen de 6000 meter aanbunt... om um, um, die eens een keer uh, op, uh, te, te beklimmen en er en rond te trekken. Ja, en... en... Is de club groot hier in Nederland eigenlijk? Nou, uh, als je alleen al ziet dat we in Nederland 60.000 leden hebben van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Dus uh, ja, en uh, op uh, 10 maart hebben we in Nieuwegein weer een bergsportdag. Daar geef ik dan ook weer een lezing. Nou, daar komen toch een paar duizend mensen mee op af. Dat is heel hard. Ja, ja, het is. Uh, uh, in uh, de Nederlandse uh, bergsportvereniging is de grootste club binnen de bergsportvereniging wereldwijd qua, qua ledenaantal. Terwijl we helemaal geen bergen hebben. Ja, de hoogste berg is op, te, op dit moment op de nieuwe Nederlandse uh, gemeentes op, uh, in de Caribiek. Dat is een uh, berg van 600 meter. En dus we kunnen nu tegen de Belgen zeggen, wie heeft een hogere berg als jullie hebben. <laughs> dat is ook weer leuk hè? Ja, nou zeker aanstaande weekend, ben ik weer in Mechelen in België en dan begin ik mijn lezing met die opmerking. Dus dan zien we mensen en een weerschool, dat is wel leuk. Wat kunnen mensen terecht? Die, die, ja, die ziet dit en die, die vult er ook wel geïnteresseerd voor om eens deel te nemen aan een training. Waar kunnen ze terecht? Hier in de buurt of waar maar je? Ja, ik geef hier in de buurt ook nog wel eens trainingen. En kijk maar eens op www.padvinden.nl En dan kom je op mijn site en daar uh, durf ik alle trainingen in staan. Of op Of op de site van uh, www.nkbv.nl Dat is de Nederlandse Bergsportvereniging. En daar uh, stort heel veel mogelijkheden op. Heb hey, nog een wens tot slot? De wens is om zo lang mogelijk heel en gezond te blijven. En uh, altijd nog dit soort mooie tochten te kunnen blijven maken. En met muziek in de warm van? Uh, uh, normaal en bevooi toch? Heel ja, goed. Hartstikke mooi dat we een waren, uh, Frans. Dan heb je toch een, een, ja, een stukje van de sluier kunnen liggen waar je doet, maar wat het bergbeklimmen ook eventueel inhoudt en waar je zo'n beetje in nodig bent. Ja, het is een passie en je moet het leuk vinden. Heel ja, goed. Dank je wel.